Daan. Dag iedereen. Hoi. De jongens, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Koken en Bakken met Mike en Daniel en René. Ja, we zijn weer terug van vakantie en hoe hebben we het gehad op vakantie, jongens? Heerlijk, hè? Hartstikke leuk. Ondertussen ben ik omgehoren. Ja. Dus. Ja. Dat weten we ook. Ja. Ja. Onze 55e aflevering. En we hebben nu hoeveel abonnees, Mike? Om 526 abonnees. Kijk, dat is allemaal bereid voor het abonneren. Ja. 525. Ja, dan nog doen, hè, reageren, abonneren. Dat leek met een goed plan, maar dan worden we op de lijst. Ja. Ja. Nou jongens, wat gaan we nog maken? Boterkoek. Wat hebben we daarvoor nodig? Boter. Eieren. Meel. Balkon. Bakvorm. Een mesje. En een oven. En een snijblad. Oké. Nou jongens, het zakje met meel gaat in de kom. Nou jongens, gaat de helft van het ei daar weer in. Helft van het ei? Ja, maar als je nooit. Misschien even in een kommetje. Een kommetje. De helft van de ei gaat hier mee in. Want die andere moeten we gebruiken voor het strijken van de koek. Ja. Klopt. En de helft gooien we hier mee in. Zo. En een aanstaande beetje gebruiken wij voor de bovenkant. Nu moet nog één ding gebeuren, en dat is de boter. Nou. En de boter is 150 gram. 150 gram? Hier is dat. Hier hebben we 50. Kom? Ja. 150! Nou, hoe gaan we dat het beste? Net is het al 50, het is 100. Het is 150, dus dan moet het hier tussenin. Dus daar tussenin? Ja. Dus tussen, dus op de 50. Ja, op de 50. Oké. We doen in ieder geval deze nog even open. Dat ga ik niet snijden. En de andere eieren kun je gebruiken voor het koken of te bakken. Die je over hebt. Ja. Als je gewoon ze kapot op je mas snijden. En nee. Ik kan hem helemaal open. En dan snij je hem zo. En een helft. En dan doen we het zo. Ga je kijken. En dan gaan we kijken. Gaan we kijken hoe we dat het best kunnen doen. En dan als het goed is kunnen we de boter nog even in blokjes snijden. Dan gaan we het altijd makkelijkste. Ja. Als we dan gaan pakken. Niet dan pak je de boter en dan doe je zo. En dan doe je zo. Zo. En zo. En dan ga je met de boter. Doe je zo. En zo. En zo. Nou, en dan gooi je het hier in. Ja. Nou, en dan moet je nog gaan wennen. Met de hand. Want de trek is er ingesmeerd te vormen. Ja. En dan als zometeen Mike het gemaakt is, kan het hier in. En dan doen we het in de oven. En dan. Dan is het lekker boterkoek voor mij de koffie! Yay. Maar we hebben ook nog peper nodig. Ja, maar dat vindt er maar zin in. Maar nee, ook peper nodig. Ja. Dus raar toch? Dus als je al pepernoten in huis wil hebben, moet je er snel bij zijn, want voor je weet zijn ze al allemaal weer. En heb je al een keer pepernoten gegeten? Schrijf even onder in de reactie hoe dat was. En we En het gaat nu in de oven. Maar dat zie je zo meteen. Tot zo. Doei. De oven op 175 graden. 20 minuten. Yay. Ben je niet, jongens? Nee. Ah, ja, tijd even zetten. En in op, dames en heren. Tot zo. Nee jongens, de boterkoek kan in. Dames en heren, kijk eens even, het is wel lekker hoor.
Pieter. En jongens, hoe ziet het eruit? Lekker. Dat dacht ik. Dus, nou, even naar voelen. En dan gaan we lekker smullen. Hoi. Hoi allemaal. Hoi, dag iedereen. Ja, mooi. Nou. De bodemkonk is klaar. Weet je of je het kan omdraaien? En bloedburger. Ja, bloedburger. Kijk eens even, de bodemkonk is klaar. Dus hier op kanaal om te abonneren, hier naar de abonneerknop en bovenin, ja. Bovenin. En vergeet niet reageren, abonneren, dat lijkt me een goed plan. Reageren, abonneren. Ja la 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 la. Tot de volgende keer en wat maken we volgende week? Nou, dan moet je even denken. Wat zie je volgende week dan? Tot volgende week. Doei. En nieuwe reacties schrijven.